Dit is hoe volwassenen naar de wereld kijken. 1, 2, 3. Wat voel je? Je ziet vrijheid. Vrijheid. Wij mogen dit jaar met de klas de Raad van Kinderen doen. Voor Schiphol mogen we een probleem oplossen met de hele klas. We zijn vandaag op Schiphol voor de dialoogsessie van de Raad van Kinderen Schiphol, Eerste Montessori School. We zitten er klaar voor om aantekeningen te maken. Ja, Schiphol is natuurlijk een hele magische plek, maar Schiphol is ook een plek die overlast veroorzaakt. En tegelijkertijd wil Schiphol een hele goede buur zijn. Om die vraag te beantwoorden, hoe is Schiphol een goede buur, hebben we een Raad van Kinderen ingeschakeld. Ons idee was dat we een kap over de hoornbanen bouwen, zodat het geluid in de kap blijft. We hadden ook bedacht om CO2-zuigers te installeren, zodat er minder CO2 in de lucht is. En ik had als idee om een minisportschool op Schiphol te plaatsen. En het idee is dan dat mensen minder op hun mobiel gaan zitten. Kinderen en volwassenen gingen met elkaar praten. Laurentien van Oranje die kwam het gesprek begeleiden. Die kinderen denken vrij. Kinderen denken vanuit wanneer kan het wel en hoe zorgen we dat het wel kan. En die denken heel erg vanuit vertrouwen, zonder dat ze naïef zijn. Ze namen ons ook wel heel serieus en dat was wel ook fijn. Ja, een heel goed idee was natuurlijk de Burendag vaker organiseren. Maar dan ook samen met de kinderen. Dus laat ook de kinderen meedenken over wat moet er nou te zien zijn op een Burendag. Ik vond stemmen een heel leuk idee. Dus dat we kunnen gaan stemmen, wat kunnen we nou eigenlijk gaan doen? Wat wil je doen? Zodat toch dan de buren wel het idee hebben gehad, hey, ik heb daar invloed op gehad. Dat is heel praktisch, kunnen we meteen volgend jaar in de praktijk gaan brengen als we weer burendagen gaan organiseren. En het mooie is in het partnership tussen de Missing Chapter Foundation en de Schipholgroep, dat wij daar ook echt in willen helpen en begeleiden. Maar dat dat niet weer wordt gedaan door volwassenen, van nou nu weten we het en nu gaan we het zelf weer doen. Wij zijn ervoor om dat samen nu met Schipholgroep weer door te vertalen. Yeah.